Ruim 500 belangstellenden, waaronder 300 studenten, zijn gisteren geïnformeerd over het Fonds Studiefinanciering Suriname tijdens een open dag gisteren in de Lalaroek Ballroom. De open dag is georganiseerd door de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname, NVNOB, die het fonds groot 70 miljoen SRD in haar beheer heeft. Volgens NOB-directeur Wani Boudou is informatie verschaft over het fonds, hoe in aanmerking te komen voor een studielening en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Boudou zegt dat de open dag speciaal in deze periode is gehouden, omdat de inschrijvingen voor de hogere opleidingen in binnen- en buitenland nu openstaan. We hebben voor dit moment gekozen omdat dit het moment is waarop natuurlijk de studenten die zijn geslaagd van de VWO, voor het komend schooljaar een hoger onderwijs gaan volgen natuurlijk, een middelbare of op een universiteit. Maar er zijn ook studenten die in het buitenland willen gaan studeren. Ook die groep van studenten faciliteren wij. De belangrijkste voorwaarde is dat je een Surinaams paspoort hebt, een Surinamer bent natuurlijk. En dat je na je studie terugkomt naar Suriname om hier te werken, want we investeren tenslotte in jou. En dat betekent dat jij je krachten moet geven aan de ontwikkeling van Suriname. Het fonds is ter beschikking van hoger onderwijsstudenten, dus voor universitaire en hbo-studenten. Een student die in Suriname gaat studeren, kan in aanmerking komen voor een lening van maximaal 875 SRD per maand. Boudou zegt dat de studenten na hun studie te hebben afgerond het geld terug moeten betalen. Dit geldt ook voor studenten die in het buitenland gaan studeren. Een student die in het buitenland wil studeren kan maximaal €550 per maand lenen op het college. En ook het college, inschrijving, boekengeld en het visum kunnen middels de lening betaald worden.